Ik ben Frans Kuipers, lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD staat voor goed ondernemerschap, een fijn woonklimaat en een fijn werkklimaat binnen onze gemeente. Ik sta hier op het industrieterrein De Poortmannen, waar naar mijn idee best het een en ander kan verbeterd worden aan de uitstraling. Ik denk dat de VVD daaraan mee wil gaan werken binnen het college van BMW. Niet alleen het industrieterrein, het ondernemerschap is belangrijk voor onze gemeente, ook het wonen- en werkklimaat. En als we het over wonen hebben, dan denk ik dat we speciale aandacht moeten gaan schenken de komende tijd aan de woningen voor starters en woningen voor senioren. Ook voor sociale woningbouw is in onze gemeente een groot gebrek. En ik denk dat dat een item is wat alle partijen met mij zullen onderschrijven dat daar de komende jaren aan gewerkt moet worden. Ook het sociaal klimaat binnen onze gemeente is goed. Wij zijn een sociale gemeente, wij zijn een rijke gemeente, maar dat wil niet zeggen dat er geen armoede is, geen stille armoede. Daarvoor staat ook de VVD paraat als het nodig is om bij te springen voor iedereen. Mensen die buiten hun schuld in de problemen gekomen zijn, moeten we helpen. Ook op recreatief gebied zijn wij een booming gemeente. De Grote Heide trekt per jaar meer dan 1 miljoen bezoekers. En dat moet ook zo blijven. Dat moet vergroot worden. Dan gaat de economie binnen onze gemeente omhoog. Wilt u meer weten? Kijk naar ons verkiezingsprogramma vvdhezelende.nl. En ik zie u graag op 21 maart. Dank u wel.